de 50e dag van Pasen gebeurt wat Jezus had beloofd. Dat hij namelijk vanuit de hemel de helper zou zenden. De Heilige Geest die de apostelen en de andere leerlingen in de bovenzaal van Jeruzalem bijeen zou vervullen met de kracht van de Heilige Geest. De schrift vertelt dat er vurige tongen kwamen over de apostelen, Maria, de andere vrouwen en leerlingen bijeen in die bovenzaal. En ze begonnen te spreken in vreemde talen. Pinksteren is het feest van de geboorte van de Kerk. De Kerk al geboren uit de zijde van de Heer, uit zijn hart, maar treedt met Pinksteren naar buiten. En dan beginnen Petrus en de andere apostelen rond te trekken, te verkondigen: Jezus is uit de dood verrezen. En dat deden ze met gevaar voor eigen leven. Daar hadden ze de kracht, de moed, de helper bij nodig, de Heilige Geest. Op het Middelrijns altaar, rond 1410 geschilderd, zien we Pinksteren ook verbeeld. We zien Maria met om haar heen de apostelen. Inmiddels is Matthias toegevoegd aan het getal van de 11, om de 12 apostelen het aantal weer compleet te maken. Ze zijn in gebed bijeen. En dan komt de Heilige Geest. Hier niet verbeeld zoals de handelingen van de apostelen zegt in vurige tongen, maar de duif van de Heilige Geest, het symbool van de Heilige Geest, die hen de kracht van de Geest zal geven. Maria en ook hier Johannes zijn duidelijk met de handen in de gebedshouding. En wellicht zal dit Petrus zijn die hier de schrift in zijn handen houdt. Ze zijn opgenomen in een besloten ruimte wat verwijst naar de bovenzaal in Jeruzalem. En na het ontvangen van de Heilige Geest gaan de deuren open en zullen ze naar buiten treden om te gaan verkondigen: Jezus is uit de dood verrezen. Hij is de Heer aan de rechterhand van de Vader.